So, Oké, de zon schijnt nu. Maar dat is vanmorgen even anders. Want, kijken we even hier naar deze kant. Dat zijn huizen. Geen bos, huizen. Dus, waar ben ik dan geweest? At the gym. Wow, ja, was wel leuk moet ik zeggen, want deze keer was het grappig, omdat een oude vriend van mij die kwam hier nog in één keer binnenstappen, ja, kletsen, een beetje slap horen. Dus ja, ja, ik heb mijn oefeningen gedaan, maar voor jong, was wel lachen, gewoon een beetje slap horen. En leuk, gezellig. Ja, ja. Dan merk je ook wel dat als je dan zo met z'n tweeën een beetje bezig bent, dat je ook, ondanks dat, dat je elkaar ook wel een beetje, soms een beetje stimuleert om nog een keer extra een setje te doen of iets meer gewicht te pakken. Maar ook de andere kant uit. Dat je gewoon met z'n tweeën zat te kijken dat er iemand binnenkomt. Dat er dan een reactie geplaatst wordt, waardoor alle twee lachen en dat hij net aan het gewicht loopt te trekken en gewoon door de lach dat niet meer kan houden en dan ja, het niet meer af kan maken. Nou, dat zijn gewoon leuke dingen. Dat is gewoon, ja, is gewoon lachen. Dat is gewoon lachen. Nou, zondagmorgen. Regenachtig begonnen. Vanmorgen dus niet naar het bos geweest. Omdat het eigenlijk al regende. Ja, natuurlijk. Hè. Watje. Maar nee, ik heb altijd, als ik in het bos was geweest en het was dan gaan regenen, is het anders dan wanneer je van tevoren al daarheen gaat en het regent. Want ja, weet je, dan word je zeiknat. En je wordt natuurlijk ook wel nat door het zweten vanuit het hardlopen natuurlijk. Maar nee, ik heb dan toch zoiets van. Nee, dat doe ik dan niet. Want ja, normaal gesproken was het nou vanuit het hardlopen bos dan alsnog naar de gym geweest om daar wat dingen te doen. Maar ja, nee, dus niet. Dus die heb ik geskipt. Bos hardlopen. Volgende week weer een nieuwe poging. We hopen dat het dan wel droog is. Dus als het droog kan beginnen, dan vind ik het helemaal niet zo erg. Dat is gewoon eigenlijk, ja. Dat heb ik met andere dingen waar je droog in begint. Maar dat bedoel ik dus niet. Het gaat gewoon over. Dat als het regent, dat je dan niet al gaat. Ik had daar voorheen ook met fietsen, met mountainbiken. Waar die maat die ik dan net gezien had, ook vaak mee ben bezig fietsen, mee mountainbiken. Dat, nee, als het dan regent, dan ging ik gewoon niet. Als je op de fiets zit en het begint dan te regenen, vind ik helemaal niet erg. Dan is het gewoon zo. Dan is het gewoon klaar. Maar vooraf, nee. Als ik die keuze heb. Waarom zou ik het doen? Nou. Plus, dan komt natuurlijk, vanmiddag moeten we naar het voetballen toe. En er wordt ook regen verwacht. Dan zou het dan twee keer zijn dat je dan in de regen gaat lopen. Ja. Ja, nee, laat maar. Stop maar, dit wordt niks. Regen is gewoon ruk. It sucks. Nou, oh ja, zal ik erover beginnen? Van vorige week? Nee, doen we niet. Vandaag, Goes, yay, Goes, mogen we. Ik hoop dat we vandaag gewoon een goede pot neerleggen. Ondanks dat Goes toch wel een geduchte tegenstander gaat worden, we kennen ze niet, maar gezien de resultaten, de stand, waar ze staan. Ja,
is het toch wel aanzienlijk. Een aanzienlijke ploeg. Dus we moeten gewoon even kijken wat het gaat worden. We shall see. We shall see. Goed, ik ben weer thuis aangekomen. Dus dan houdt in dat ik de motor uit ga zetten en dat ik ga uitstappen. Dus bij deze zeg ik eventjes een duimpje omhoog. Even abonneer op mijn kanaal. En dan zie je volgende week terug. En dan gaan we weer even kijken wat het afgelopen weekend geworden is. En wat we dan hebben gedaan vandaag. De volgende dag, zondag. Donderdag hebben we nog een bekerwedstrijd. Die is ingeplaatst, want vorige week hadden we eigenlijk aankomen volgende week zondag. Wordt nu dus donderdag, dus we zijn volgende week zondag zijn we vrij. Geef mij de kans om dan misschien iets later te gaan sporten. Maar misschien ook juist niet. Wat heb je de rest van de dag nog eventjes? Ach, van alles nog wat. Nog eventjes duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal. En tot de volgende keer. Ik zeg tjoe.